poesjes kan zien weilen. Ja, hij is het hoekje om. Hij heeft het loodje gelegd. Hij is de pijp uit. Hij legt onder de groene zoden. Hij heeft nou een tuintje op zijn buikie. Die is dood voor de rest van zijn leven. Hij legt nou tussen 6 plankjes. Hij heeft zijn auto jas aangetrokken. Hij is weer terug op zijn oude gewicht, joh. Toe, je kan hier niet worden. Doodgaan is niet erg. Maar dat stilleggen, joh. Hoeveel boeken heb je nou al thuis? Te veel. Ik smokkel wel eens. Ja. Tijd dat je af gaat gaan nemen, hè, van die boeken. Ik vrees dat een keer gaat gebeuren. Ja, dat is wel best. En er liggen er nog een paar die ik nog niet gelezen heb. Maar ja, je moet toch wat, man. Ja, inderdaad. Daar hou je niks over. Nee. Er is ons in feite. Maar je kan altijd wel een boek vinden waar je van, als je wat wil weten, je hebt altijd wel een boek waar de, ja toch? Ja. Nou, tegenwoordig, de mensen zoeken alles op internet, hè? Ja, is dat makkelijk of niet? Ja. Dan komen ze bij de dokter en dan zeggen ze, ik blokkeer dat. Er staat meer in dan in de grote vandaal, hoor, in dat apparaat. Ja. Jawel. Al die alse klokodieren, die gaan toch naar het oud papier? Ja, joh, die zijn veel te zwaar, man. Ja, dan krijg je hem. Rommel maar 10 van die delen, 5 euro. Daar krijg je hem heen niet van, die ellende. Ja. Sinds dat vierkante apparaat is gekomen. De wereld is echt veranderd. Ja, de mens ook, hoor. Ja, inderdaad. Ja. Sinds dat vierkante apparaat is gekomen. Dus als je, kijk, als je nou Rotterdams wil praten, als je iemand een lesje Rotterdams wil geven, dan moet je eigenlijk, je moet gewoon zo praten. Als je zo gaat praten, dan praat je eigenlijk bijna vanzelf Rotterdams. Dus Amsterdams, dat is het omgekeerde. Dat is zo'n soort platte. Dat is Amsterdams. Rotterdams, dat is zo praten. Als je een vierkante apparaat. Hè? Dat is Rotterdams. Dat is met een hoge mond praten. Terwijl Amsterdams is bijvoorbeeld met een platte mond praten. Sinds dat. Dat vierkante apparaat is gekomen. De wereld is echt veranderd. Ja, absoluut. De mens ook, hoor. Ja, inderdaad. Daar heb je wel eens in de tram gezeten. Ja, met 35 van die meloten die allemaal zitten te. Ja, en dan die herrie die ze nog op hebben staan. Ja. Ah. Dat is de doofdokter. De een zit te donker, de ander zit te denken. Dat is, ja. Of ze praten heel hard. Ja. Dat zijn doven. Wat mensen zich vaak afvragen is dat Rotterdams, is dat nou een accent of is het nou een dialect? En ja, het vervelende is, ik heb daar eigenlijk niet echt een heel duidelijk antwoord op, want de grens tussen die twee dingen is eigenlijk heel vaag. Dus een accent, dat gaat meestal gewoon over uitspraak. En dan zou je zeggen, een dialect, dat heeft meer eigen woorden en een eigen grammatica. Maar ja, wat gebeurt er nou als het vooral uitspraak is en er zijn toch wel een paar eigen woorden? Kroten wordt er dan altijd gezegd. Ja, er zijn natuurlijk toch wel een paar eigen woorden. Er is wel wat eigen grammatica. Dus wat gebeurt er nou? Ja, het zit een beetje zo er halverwege tussenin. En dan het antwoord is dan eigenlijk, het is maar wat de mensen zelf willen. Dus hoe de mensen dat zelf beschouwen. Nou denk ik eigenlijk dat als je het zou vragen aan de meeste mensen hier, dat ze zouden zeggen, we hebben niet echt een dialect. We hebben meer een accent. En eigenlijk zullen ze zeggen, we praten plat, we praten niet netjes. En dat, omdat dat is wat de mensen vinden, is dat ook wat de waarheid is. Mensen, welkom. We gaan vandaag een accent leren, dus we gaan alle gêne eerst eruit schudden. Oké, gaan we even schudden met je. Laat je stem maar horen. Kom maar. Ei. Auwe. Jazeker. Auwe. Oké, we zijn warm. Gaan we zitten. Ja, precies. Wat is de definitie van Rotterdams, van plat Rotterdams? Weet iemand dat?
Dat is dat accent in het Nederlands waarin de woorden te water worden gelaten. En het bestaat voor een gedeelte uit beschamende woorden. En daar willen we het vooral even vandaag over hebben. Dat is heel belangrijk. Alles in wat we vandaag gaan doen is goed bedoeld. Stel meneer, u bent in Rotterdam. U staat bij de bank in een rij te wachten. Je gaat per ongeluk op iemand stenen staan. Als je dan het volgende hoort... Hey, kijk uit je mafketel! Dan is dat een goed bedoelde opmerking. Ja, echt die Rotterdammer, die wil deze meneer dan behoeden voor ernstig lichamelijk letsel. We gaan de regels van het plat Rotterdamse gaan we eventjes kort met jullie behandelen. Plat Rotterdamse natuurlijk heel uitgebreid accenten. Maar we hebben hier de belangrijkste regels een beetje op een rij gezet. Bijvoorbeeld, indien een woord eindigt op EN, schrijven en spreken we dit uit als allemaal tegelijk. Ja. Wie ze eigen billen brandt, mag blij zijn dat hij niet omgekeerd stond. Hij is fijn. Meneer Herhaal. Wie zijn eigen billen brandt, mag blij zijn dat hij niet omgekeerd stond. Hij is fijn. Prachtig. Wie zijn eigen billen brandt, mag blij zijn dat hij niet omgekeerd stond. Hij is fijn. Mooi. Wie zijn eigen billen brandt, mag blij zijn dat hij niet omgekeerd stond. Hij is fijn. Kijk eens, mensen, dat willen we zien. Ja, nee, dat zat er lekker in, hè. Dan ben ik benieuwd hoe je de volgende gaat zeggen. Hé, hey, mafketel gaat huilen, dan krijg je een duikboot. Niet dan, hij is fijn, echt wel. Ja toch, echt een zinnetje van jou. Hé, hey, mafketel. Gaat huilen, krijg je een duikboot, niet dan, hij is fijn, echt wel, ja toch? Je bent zeker een echte Rotterdammer, toch niet? Ik kom wel uit Rotterdam, ja. Je komt wel uit Rotterdam, hè? Hij zit er goed bij, ja, hij zit er, ja, echt die onverschilligheid, dat is echt top. Lekker zo een beetje hangend, helemaal goed. Wat maakt Rotterdam nou voor jou je stadje? Nou, die lelijke teringgebouwen overal. Die lelijke teringgebouwen, joh. Ja. Hey, en wat vind je dan van Amsterdam? Of vind je dat ook een lelijke teringgebouw dan? Ja, dat is allemaal oud. En Rotterdam is nieuw. Ja, toch. Ja, toch niet dan, helemaal. Hij is fijn. Hartstikke goed. Lekker die onverschilligheid, joh. Nou, en dan zijn we nu bij de natte thee. Oh, de natte bij thee. Bij de natte thee, mensen. En de natte thee wordt inderdaad vooral door dames, de Rotterdamse dames, toegepast. Jo, heb je het al gehoord dan? Tiet het over, nou die hebt dan de thee betoverd. Ja, echt waar hoor. Hartstikke goed. Prachtig. Ja, lekker die natte thee. Kijk, je krijgt applaus. Rotterdammers willen natuurlijk net als iedereen toch wel graag netjes praten. Maar waar moet die thee achter? Dan krijg je dus hypocorrectie. Dan plakken ze gewoon overal een thee achter en dan is er altijd wel eentje goed. Hé, hey, gozer, enorme bodybuilder van je moeder, als dat je erop loopt. Dan mogen jullie de bladzijde omslaan, want dan zijn we nu bij de verwensingentabel beland. Krijg toch de Hongkong-Indianenjeuk met je vetvlekkerige wc-eendennek, paard die liever koe was geweest. Kijk eens. Bakkie koffie, bakkie pleur. Nou, ons nieuwe Centraal Station. De kap is natuurlijk helemaal klaar nu. Al suggesties voor bijnamen? Ik dacht patatzak. Ja, de puntzak, het patatzak, dat waren eigenlijk de eerste bijnamen. De haaienbek is al veel genoemd. En een hele leuke is Station Kapsalon. De kapsalon is natuurlijk een Rotterdams gerecht, in West uitgevonden. Een kapper ging elke middag naar de plaatselijke shawarma tent. En dan wilde hij shawarma hebben met patat, met salades, met sauzen, kaas eroverheen. Dat ging in zo'n aluminium bakkie, zo de oven in. En op een gegeven moment ging die shawarma boer dat de kapsalon noemen. Nou, die heeft nu zo'n beetje heel Nederland veroverd. Sterker nog, het is in New York verkrijgbaar, de kapsalon. Ja. En dat bakkie lijkt natuurlijk een beetje op het materiaal wat gebruikt is voor het station. Dus ja, toen kwam de bijnaam Station Kapsalon. Dat is ook alweer verbasterd, want het gaat natuurlijk om het dak. Tot Dakkie Kapstation. Dus ja. En er is ook een hele leuke
vormgever geweest. Die heeft dit ervan gemaakt. Dus die heeft die kapsalon afgebeeld in het station, zeg maar. Nou, dat zijn een beetje de meest gehoorde bijnamen. En wat je ook nog wel, wat ik heb gehoord, is de glasbak. Maar die is nog niet heel populair. Wat ik wel een mooie vind, is de muil. Ook heel lekker Rotterdams natuurlijk. En van deze kant is dat misschien wat minder, zeg maar. Maar zeker als je van de voorkant kijkt, dan zie je die haaienbek of de muil, die zie je er echt wel goed in. Dus ja, dat zijn al een stuk of 5, 6 bijnamen. En mensen vragen wel eens, ja, welke wordt het nou? Wie bepaalt dat? Ja, de volksmond, hè. Het is geen instantie die zegt, dat moet de bijnaam worden. Alhoewel wel vaak geprobeerd wordt om van bovenaf een koosnaampje op te leggen voor een gebouw. Maar dat werkt vaak niet in Rotterdam. Het is toch een beetje de cynische humor van Rotterdammers die moet erin zitten. En dat zijn vaak de leukste bijnamen. Nou, dan zie je daar het grote handelsgebouw. Heeft eigenlijk geen bijnamen. Maar wat ik erover wil zeggen, het is het grootste in één keer gerealiseerde gebouw van Nederland. Nog altijd. Het is 2 keer zo groot als het Nationale Nederlandengebouw hier, qua oppervlakte. Want het is natuurlijk een groundscraper. Dit is een skyscraper, maar is vrij dun. Dit ding is gigantisch breed, lang. Dus er loopt een weg doorheen, door het gebouw, van 1,5 kilometer lang. Je kunt er aan de achterkant kun je erin, met je fiets of zo. En dan kan je er helemaal doorheen gaan. Alleen het record, grootste in één keer gerealiseerde gebouw van Nederland, dat gaat het kwijtraken aan de Rotterdam van Rem Koolhaas op de Wilhelminapier. Ja, dat wordt natuurlijk een gigantisch ding. En die heeft ook al een paar bijnamen gekregen. De Reus van Rem, omdat dat lekker allitereert. De kolos van Koolhaas, de drieling, omdat er 3 geschakelde torens zijn, en het kamerscherm, heb ik al eens gehoord. Ik lach met de schompers. Ik wacht met de schompers. Ik ben zo boos. Ik ben het schompers, zo boos. Dat betekent al, het kan in alle modellen worden ingezet. Niemand kan het vertalen, maar het is een emotionele term die iets extra wil benadrukken aan hetgeen wat je aan het doen bent of wat je denkt. Prachtig Rotterdams woord. Je mag ook zeggen schompers of schompes, schrijf je ook wel eens. Maar ik vind dit een hele leuke documentaire die je aan het maken bent. Ik geniet met het schompers hiermee.